Yo guys, Letje hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag zijn we terug Minecraft Hardcore. Dit is alweer de zesde aflevering. We zijn de vorige keer hier leven in deze cave. We gingen nog wat minen in deze cave. Dus dat is wat we nu ook gaan doen. Dus ik ga al gelijk beginnen met deze redstone te pakken. Ik ging normaal geen CSGO recorden, maar ik was zo van... Heb ik meer zin in CSGO of Minecraft? Ja, Minecraft. Dus ja, ik heb een lichte Minecraft hardcore verslaving. Nu, ja, ik kan natuurlijk makkelijk van die verslaving afgaan. Nee, ik lach maar, dat gaan we niet doen. Dat lijkt me niet zo'n super plan. Ik bedoel, ik ben toch al vrij ver geraakt van mijn eerste hardcore. Dus het zou mooi zijn mocht ik het vanaf de eerste keer al gewoon lukken om de enderdragon te verslaan. Maar we zullen zien, alles op het gemak natuurlijk. We gaan niet te overhaast dingen doen. We gaan ons goed voorbereiden om naar de nether te gaan, dat wil ik ook even zeggen. Mijn plan is om de 10e episode naar de nether te gaan. Dat lijkt me perfect haalbaar. Oké. Okay. Oh, nee. Oppassen. Oh, ja. Ik wist dat dat ging gebeuren. Ik wil die drowned zombie neerkloppen. What the fuck, kijk even die lava. Oké. Okay. Wacht, iets dichter. Allee. Allee, nice. En wat dropt hij? Ah, gewoon rot flash, oké. Okay. Nee, ik weet niet. Misschien had hij zoiets super speciaal gedropt of zo, dat weet ik toch niet. Hè? Oké. Okay. laten we hier nog even. Ah, kut. Wacht hè. Ja, toortjes plaatsen. Au, fuck. Hey, jij daar. Oh. Hoe kan dat zelfs? Dat is precies server-like. Ik zit op een fucking privéwereld. Yo. Maar die guy is me aan het inmaken, what the fuck. Oké, even oppassen. Ik wou misschien ook, als er nog tijd voor is, om ook nog te gaan vissen. Lijkt me ook wel chill. Oké, dat is gewoon een beetje gebukt. En hier kom ik van, oké. Daar beneden is ook nog een cave, dat was gewoon... misschien is wel de uitgang hier langs boven. Want uitgang ben ik... Wow, waar is er nu met licht? Waarom is het licht zo helemaal gebukt? Oké. Mijn excuses. Ah ja, waarom? Ik weet niet of ik mijn eigen excuseer. Ik kan er ook eigenlijk niet aan doen. Hoeveel pijn? Oké. Okay. Maar, het was een leuke staking vandaag. Ik neem het op de dag voor Valentijn. Dus 13 december. En ik had de les om 2:15. Ik moest de presentatie geven. Ik dacht, vrij belangrijk. Ik ga toch proberen om te komen. Nou, er kwam geen tram aan. Dus ik heb denk ik een uur gewandeld naar Linkroever. Dan dacht ik van, oké, ja. Er komt geen tram aan. Ik wandel wel gewoon naar het Centraal Station. Ook al is dat fucking ver. Dat is een belangrijke les. Ik moet die presentatie geven. Was ik bijna helemaal aan de voetgangerstunnel gewandeld. Dus dat is toch wel even. Dat is al toch een uurtje, denk ik. Krijg het nieuws te horen van mijn andere klasgenoten dat de leerkracht gewoon niet is komen opdagen zonder iets te zeggen. Dus ik was wel, ja, nice. Dan ben ik maar helemaal teruggewandeld. Dus ik heb vandaag 2 uur gewandeld voor niks. Het was wel een leuke wandeling, het was redelijk mooi weer, dat wel. Maar voor de rest was het nogal vrij harde tijdverspilling. Ik had iets anders kunnen doen. Nu mijn onderwerp toch al gedaan is, laten we terug beginnen over Joke Schouw. Het komt echt serieus mijn eigen. Elke keer als ik Joke Schouw vlieg, zeg dan denk ik zo van Gletscher, jij fucking meent. Oeh, meent is toch niet? Oké. Okay. Nice. Ja, hier is nog een zombie in de buurt. Dus hier achter ons is nog een cave. Misschien zijn er wel nog diamonds. Zou mooi zijn mochten we deze aflevering nog diamonds vinden. 2 zou perfect zijn. Gewoon voor een diamond sword. En dan denk ik eigenlijk niet dat we nog meer diamonds nodig hebben. Nou, voor mij dan toch. Ik ben niet van plan om diamond armor te maken. Als dat gaat, mooi. Maar dat moet niet voor mij. Ik denk dat ook wel perfect gaat lukken met enchanted... Yo, guys. Wacht, hè. Yeet. Allee. Oké. Okay. Yo, die heeft een carrot gedropt, maar... Jammer genoeg hebben we alles al qua food. Dus ik ga de carrot gewoon hier laten liggen. Maar het mocht cool geweest zijn mochten we nog geen carrot gehad hebben. Shit is pretty dangerous down here. Oké. Okay. Ik heb ook geen idee waarom ik altijd moest schreeuwen, sorry. But sometimes. Vanwaar? Oeh, lapis lazuli. Ik zeg u, deze wereld zit echt lapis lazuli te verstoppen voor mij. Zo.
Oké. Nee, niet. Mooi. Oké. Ah, ben ik hier al geweest? Oh, dat is gewoon. Ja, juist, dat was die obsidian. Oeh, dat wil ik toch wel heel graag hebben. To be honest. Dus laat ik toch even proberen om dat te pakken. Ik moet heel goed oppassen nu. Oké, mooi. Niks in de lava gevallen. Mission accomplished. Ik ga gewoon deze pickaxe nog kapot maken met wat kool te minen. Want. Hey, stop eens. Mijn gsm doet een beetje autistisch. Of laat ik zo zeggen, mijn gsm trilt en ik doe autistisch. Dat is ook een optie. Oké. Hey, dat is nog een cave, precies. Of heb ik dat nu verkeerd gezien? Ah, cool. Een mini caveje. Grappig. Ik hoor wel een andere cave dat niet is opgelicht, want ik hoorde. Spider Impression 100. Oké. Nu ga ik even dat ding zoeken dat zo naar boven ging. Ja, ik laat de iron maar voor wat het is. Die dat ik ondertussen wel meer dan genoeg heb. Of ja, ik pak alles al gewoon mee aan dat op mijn pad ligt. Maar voor een anvil heb ik ook wel meer dan genoeg. Oeh, hier ben ik nog niet geweest, maar op zich, ik ga alleen maar omhoog, dus. Ga ik hier goede loot vinden? Dat is niet. Yo. Dat is een villager zombie. Sinds wanneer zien die er zo fancy uit? Wow, this is getting out of hand. Now there are three of them. Dat was gemakkelijk. Oeh. Nee, fuck deze ravijn. Oh, jammer dat hem in het water is gevallen. Pak dat ik een weg zoek om boven te geraken. Ja. I don't need you anymore. Fuck off, gravel. Ik denk dat we wel genoeg hebben gemined voor nu. Dus ik pak deze iron nog mee en dan gaan we oprotten. Yes! Naar de oppervlakte. En dan wil ik nog wat gaan vissen misschien. En ook wat kippen bij elkaar. Want ik ga feathers nodig hebben. Om dan uiteindelijk. Yo. Dat was foolish. Ik vertrouw deze. Ik wil naar daar bouwen, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, er is water. Oh boy. Yeet. Oké. Toch hier even naar boven. Yo, is er nu nog een mineshaft? What the fuck? Ik zit vrij hoog, dus pak dat ik hier eerst gewoon naar boven bouw. En dan loop ik gewoon terug naar mijn base als ik die nog vind. Normaal wel. Als we niet in een mountaingebied zitten. Nee, gewoon forest. Oké, mooi. Dan moeten we de weg wel terugvinden. Ook wel heel dicht zombies tegen mij, maar dat maakt niet uit. Er had ook iemand tegen mij gezegd van, hey, misschien moet je gewoon bij die desert gaan wonen, in de village. Oeh, het is aan het regenen. Jongens, toch. Oh, nog wat kool. Zo. Mooi. En het is geen nacht. Oké. Wow, wow, lag spikes. Yo, dat zijn wel mooie bloemen. Laat ik die even pakken. Daar kunnen we bij onze base zetten. Ja, ik weet niet, hè. Hey, een beetje denk aan die decoratie. Aan het decoration material. Yo, ik heb geen idee. Ah, daar is de village. Oké, dus ik moet die richting uit. What the fuck? Besef even hoe ver dat ik ben beland. Of is dat nog een nieuwe village? Nee, dat kan toch niet. Ah nee, mijn base is gewoon daar dan. Dat is de allereerste village. Ja, dus ik moet gewoon naar de. What the fuck, hoe ver ben ik afgedwaald? Oké. Ik pak deze ook nog even mee. Zo. Ah, fuck je zeg. Kom jong, niet belachelijk doen, hè? Oké. But okay, we are almost there. Ik zie mijn lelijke bomen al. Ja, hier zijn ze. Nice. Ik zou graag slash weather clear doen, want ik heb scheid. Aan dingen. Aan regen, maar oké, het mag niet. Ah, desert. Desert. Desert lost dingen op. Laat ik deze shit even planten. Het eerste, volgende wat ik direct ga doen is een vishengel maken. En ik ga beginnen maar fucking vissen. Oké, dus deze sugarcane farm begint zo iets te groot te worden. Oeh, maar daar zie ik wel. Just.
Een Enderman waar ik eens tegen wil vechten. Ik hoop dat ik deze overleef. Wacht hè. Eerste hit moet goed zijn. Au. Oh shit. Nee. Nee! Dat was verschrikkelijk dom. Dus, a quick tutorial on how to lose your Minecraft hardcore verslaving. Endermans zijn altijd mijn zwak geweest. Fuck. Fuck, 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 fuck. Dat is kut. Deze is ongelooflijk kut. Oh. Oké, okay. Kan ik er nog ingaan of niet? We kunnen wel op Spectate World doen. En ja. Dus hier ligt al mijn stuff. Fuck, yes. Holy shit, ik ben zo fucking kid. Deze is echt heel stoem. Oké, okay, nu misschien even naar de wereld gaan kijken. Oké, okay, dus hier heb ik... Ik wil trouwens mijn pad wel zien dat ik door de wereld heb gemaakt. Oh, deze is echt kapot, kut, yes. Holy shit. Eerst, oh fucking hell, fucking the fuck, fuck gast. Boy, boy, boy. Besef even hoe tering kut deze is, hè. Maar hey, we gaan niet opgeven. Volgende aflevering beginnen we gewoon met een nieuwe wereld. Gaan we doen, dat beloof ik. Het gaat ons lukken om die andere dingen... Om de dingen te verslaan, de Ender Dragon. En misschien kunnen we dan ook beginnen zonder veel te veel duizend villages rond ons te hebben. Dat is misschien leuker dan ofzo. Wat meer challenge, die shit. Ja, kijk, deze is kut, maar ja, kijk. Dat hoort bij hardcore, dat is het risico. Ik heb echt zoveel discovered, holy shit. Dit is de laatste keer de kijk op deze base. Op deze mooie farm hier. Op ons mooie paardje. You were een noble man. Het zijn is, ik heb nooit kunnen beginnen met vissen. Al mijn stuff ligt hier al nog. Een hoop kisten. En dit was het dan. Dit was de eerste wereld. Volgende keer de tweede wereld. Ik hoop dat dat iets beter gaat aflopen. Dus ja. Vond deze video leuk? Was het een blauwruimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. De volgende keer gaan we terug opnieuw beginnen. Gewoon... Het is hard, maar we gaan even doorstrijden. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao.